Vandaag zijn we in het washok van de club. Hier is het terrein van Jan Bartels. Jan Bartels is dus eigenlijk de materiaalman. Hij wast alles van de eerste selectie, maar ook de wedstrijdkleding van de jeugd. En misschien is het wel leuk om te vertellen, de eerste keer dat ik in een washok kwam van de club, dat was nog in de tijd van Theo Vergeer, een goede vriend van me. Maar toen kwam ik vanuit de jeugd en ik zag al die shirtjes hangen en dat was alsof een kind in de snoepwinkel was. Zo graag wou ik die shirtjes aan en eigenlijk zo trots was ik dat ik die shirtjes aan kon trekken. En we gaan even kijken wat Jan allemaal doet vandaag. Het leuke aan Jan is dat ik Jan eigenlijk al ken vanuit de jeugdopleiding. Hij was vroeger leider van de A. En dan merk je wel dat het een echte club, familieclub is. Dat je dan eigenlijk, als je dan weer terugkomt bij de Graafschap bij het eerste, dat je eigenlijk Jan ziet als materiaalman. Dat is natuurlijk leuk om te zien en dan ga je meteen weer oude verhalen ophalen. Over vroeger en met wie je allemaal gespeeld hebt, bijvoorbeeld met Huntelaar en met Van Beukering. Minder bekende voor de meeste mensen, maar wel voor ons. Dus dan worden er allemaal oude verhalen eigenlijk opgerakeld. Dat brengt natuurlijk wel een goede sfeer meteen, tussen ons in ieder geval. Hier zijn we nu de trainingskleding van het eerste aan het sorteren. Jan die legt het altijd hier neer en dan legt hij het ook in bakken neer. Jan heeft een nieuw systeem ingebracht eigenlijk. Dat is dat iedere speler eigen bakjes heeft. En dat laat ik zo nog wel even zien. Zoals je ziet, overal bakjes met nummers erop. Dat zijn eigenlijk de vaste nummers van de eerste selectiespelers. Dit is bijvoorbeeld het bakje van Jerry van Eerwijk. Die komt hier 's ochtends eigenlijk binnenlopen en dan neemt hij dit bakje mee. Gaat hij naar de kleedkamer en dan haalt hij al zijn kleren eruit om aan te trekken. Dit is bijvoorbeeld het shirtje. Het broekje zit erbij. Sokken en een handdoek. En dat is dus eigenlijk voor vandaag is er niet meer nodig. Het wordt mooi weer, dus geen lange trui of wat dan ook. Als hij ermee klaar is, dan gooit hij alles in een grote bak. Dan zet hij dit bakje weer leeg terug en Jan zorgt weer dat het gevuld wordt voor de volgende dag. Jan die zet ook de trainingsspullen klaar. Zoals je ziet is hij nu bezig met de hesjes voor de training in aan het laden. Verder pompt hij voor de training de ballen op. Dus dan kunnen die jongens eigenlijk zo naar buiten. Ik ga dat even bekijken en dan zie ik jullie volgende week weer. De groeten. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Verupa en Aalten en Gilsing Herenmode in Didam.